finale dag bij de ATB-vereniging en de 50PLUS. Henk Klok, de winnaar geworden van de competitie. Ja, Henk, je hebt voorlopig de burgemeester van Oldebroek gewoon achter je gelaten, of niet? Ja, inderdaad. Maar dat moest ik wel, bij mijn stand wel een beetje verplicht natuurlijk. Ik ben vrij jong in de categorie, dus ja, dan moet je wel wat laten zien, vind ik tenslotte. Ja? Ja. Ik heb altijd geklaagd dat ik in een andere categorie te veel moest laten zien. En nu moet ik het ook presteren natuurlijk. Ja, het ging heel goed in deze competitie bij de 50PLUS. Regelmatig heel wat deelnemers. Ja, hoe kijk je zelf terug op dit seizoen? Nou, het was eerst eigenlijk niet de bedoeling om mee te gaan doen. Ik wilde meer gaan richting op de langere afstand. Maar ja, er kwam wat tussen, we kregen een hond. En ja, ik had een verplichting, ik moest naar de puppycursus. Dus kon ik geen lange ritmes 's morgens gaan doen. En ik moest met Sanne mee hier naartoe. Dus ik zei, ja, als ik dan hier toch ben, laat ik dan maar meedoen. Maar toen was ondertussen de competitie al gaande. Dus ben ik in de 50PLUS ingestapt, want ik was ondertussen 50 geworden. Ja, in ieder geval een succes geworden. De overwinning, de eindoverwinning van jou in het eindklassement. Ja, je zegt al de lange marathon. Ben je in Drenthe geweest, de 200 kilometer of niet? Nee, ben ik niet toe geweest. Die vind ik nog te extreem, laat ik eerlijk zeggen. Ik ben voor de duur, vind het heel mooi om lange afstand te rijden. Maar 200 kilometer ben ik bang dat dat toch te veel van mezelf vergt. Na ervaringen in het verleden met de 6-uursrace. Als je dan kijkt hoeveel herstellers dat nodig heeft, dan denk ik niet dat ik 200 kilometer, dat weer net te gortig is. Ja, 24 maart is wel de poging om hier natuurlijk een pittige marathon te rijden. Ingeschreven ondertussen? Ja, ik heb meegeschreven. Ik ben ondertussen zelfs al bezig met een andere fiets. Ik wil naar volgeveerde fiets toe gaan, omdat ik toch het idee heb dat je dan je lichaam iets meer niet zoveel belast wordt. Hoeveel kilometer ga je rijden bij de marathon hier op 24 maart? Ik heb meegeschreven voor 100 kilometer. Ja, dat is best een pittig gedeelte. Ja, met deze competitie op zak, Henk, dat moet wat worden. Ja, ik ga er hard voor trainen. Doet de burgemeester ook mee of niet? Niet gehoord. Ik heb er nog niet met hem over gesproken. Ja, nou, we wachten af. Wie weet. Provisie had in ieder geval met deze mooie overwinning in deze competitie. En we gaan het beleven op 24 maart. Gaan we doen. Dankjewel.